Hallo, jij koos ervoor om buddy te zijn en jongeren te begeleiden bij hun leerproces. Of misschien denk je erover om buddy te willen worden. Dat is op zich al geweldig en betekent veel voor deze jongeren, voor wie leren niet altijd zo vanzelfsprekend loopt. Zeker niet in deze tijd. En hopelijk kan jij daarin mee een stukje verschil maken. Als buddy ga je samen met de jongeren op stap. Ga je deze jongeren begeleiden en niet zelden komt dan de term coachen om het hoekje kijken. Een buddy is een coach. Maar wat betekent dat dan precies, dat coachen? En wat is dan precies een coachende houding als buddy? Mijn naam is Raf Sondervorst en ik ben blij dat ik jullie doorheen deze module mag begeleiden. In dit filmpje geven we in de eerste plaats een omschrijving van wat we precies verstaan onder coaching in relatie tot buddy zijn. Coaching, what's in a name? Weet dat er heel veel verschillende omschrijvingen en definities bestaan van coaching. We spreken over coaches in de sport, die al dan niet ontslagen worden, life coaches en dergelijke. Zij geven elk invulling aan coaching op een vrij specifieke manier. Maar toch is er telkens één rode draad en dat willen we even verduidelijken in relatie tot jouw buddy zijn. Naast deze omschrijving van coaching staan we ook even stil bij wat er allemaal komt kijken bij coachen als buddy. En we doen dat aan de hand van enkele heel eenvoudige kaders. We kiezen er bewust voor om bij elk van deze eenvoudige kaders ook meteen een aantal van wat we zouden kunnen noemen communicatieve handvatten mee te geven. In de zin van, wat zeg ik dan en hoe doe ik dat dan? Het brengt ons eigenlijk tot een eenvoudige manier om onze communicatie met onze leerling, met onze buddy, scherp te stellen. Veel plezier en veel succes bij het bekijken van dit filmpje. We zien coachen vooral als het samen op weg gaan van een coachee, diegene die gecoacht wordt, in dit geval de leerling, en de coach, jij als begeleider. Bij het idee van coachen verwijzen mensen nogal eens vaak naar de vertaling in het Engels, waar met een coach ook een postkoets of een bus wordt bedoeld. Tijdens de rit gaan we dan ook als coach de kracht van de coachee naar boven halen. En tegelijkertijd ook de bestemming van de rit voor ogen houden. Die bestemming, dat einddoel, formuleert de coachee best zelf. Al dan niet samen met de coach. Nog sterker uitgedrukt, de coachee, jouw jongere, is eigenaar van het einddoel. Hij of zij bepaalt voor zichzelf waar hij of zij wil geraken. Voor een leerling in een buddy-traject kan dat zijn: ik wil die wiskunde beter onder de knie krijgen. Of ik wil voor mezelf een betere manier van verstuderen verwerven. Of ook, ik worstel soms met zo'n sterke gevoelens van eenzaamheid. En dan heb ik van die duistere gedachten. Van de begeleider verwachten we dan dat die de leerling op die verschillende gebieden vooral zal steunen in dat proces, maar ook soms confronteren. Coaching is dan precies die leerling op allerlei manieren methodisch gaan begeleiden in functie van dat gewenste resultaat. Jij
Als buddy baseert je dan ook best op een aantal kaders die jou sturen in die methodische aanpak. Jij als buddy beschikt dan ook best over een aantal communicatieve vaardigheden die jou ondersteunen in die begeleiding. Dat is wat we nu even verder verduidelijken. We schetsen hierbij dan ook een drietal kaders die ons echt wel verder kunnen helpen om onze coaching nog krachtiger uit te zetten. Een eerste handig hulpmiddel om zicht te krijgen op onze coachingsgesprekken en de wijze waarop dat we die gesprekken gaan voeren, vertrekt vanuit het 3P-model. De 3P's staan dan precies voor product, proces en procedure. In gesprekken merken we dat er uiteraard heel veel aandacht gaat naar de inhoud van het gesprek. Wat ligt er vandaag op tafel? Waarvoor zitten we samen? Wat is de inhoudelijke vraag van de coachee? En ook wat verwachten we als resultaat, meer bepaald als product, van het gesprek of van het traject dat we samen gaan afleggen? Als buddy kan het belangrijk zijn om dat regelmatig af te toetsen met je leerling. Bij wijze van spreken bij de start van het gesprek, waar wil je eigenlijk vandaag graag geraken? Uiteraard wanneer het doel ook duidelijk zichtbaar is. Of om hier ook na een aantal begeleidingen ook heel bewust bij stil te staan. De aandacht voor wat de coachee, jouw leerling, verwacht van deze begeleiding, geeft ook echt aan dat het een gedeeld proces is, waar de leerling mede-eigenaar van is. Hoe zien we dan deze aandacht voor de inhoud van het gesprek, dan in concrete gespreksvorm en vaardigheden terugkeren in een coachingsgesprek? We geven hier een aantal mogelijke suggesties om daarmee aan de slag te gaan. Je kan dit als coach makkelijk inbouwen, bijvoorbeeld in de vorm van wat we noemen een evaluatieve check. Je gaf aan dat je nog graag wat meer verduidelijking wou over dat vak, hoe dat vak nu precies te studeren. Heb je de indruk dat met wat we nu hebben besproken, je voor jezelf wel een stuk verder op weg kan gaan? Maar ook in de vorm van inhoudelijke afbakening. Hebben we daarmee alle elementen die je vandaag graag zou willen bespreken? Of missen we nog iets? De aandacht voor de inhoud van het gesprek komt uiteraard ook naar boven wanneer we als coach proberen een stukje te parafraseren of samen te vatten. Met wat we nu hebben besproken, hoe zou je dat nu voor jezelf samenvatten? Naast de inhoud, het product, is er uiteraard ook aandacht voor het proces. En dat is bijzonder belangrijk. We stelden het reeds eerder, een goede relatie zorgt voor een stevige ondersteuning bij het doelgericht werken. Als coach toon je uiteraard grote interesse voor wat de coachee bezighoudt. Je schenkt vertrouwen en je blijft betrokken op het verhaal van de coachee. Had jouw leerling de voorbije week een moeilijke toets? Was er misschien thuis een hangende ruzie? Of stond er een belangrijke gebeurtenis op de agenda? Dan pols je daar even naar. Niet om per se het hele verhaal te horen, maar minstens om aan te geven, ik weet dat dit jou bezighield en het misschien niet zo evident was om je te concentreren op wat nu voorligt. Je bekrachtigt jouw coachee in aspecten die hij of zij op een positieve wijze heeft opgepakt. Belangrijk als coach is die vorm van gelijkwaardigheid uitzetten. Ook al is er wel wat verschil in leeftijd en ervaringen, erkennen waar deze jongere mee aan de slag gaat, wat hem bezighoudt en daarbij jezelf ook kwetsbaar kunnen opstellen. Dat is daarbij heel belangrijk.
Bijvoorbeeld door iets wat de coachee heel goed kan, ook aan te geven dat dat voor jou geen evidentie is. In het buddyverhaal maken we deze relatie op zich bij momenten ook bespreekbaar. Daardoor voelt de coachee zich als partner erkend. En de relatie tussen ons beiden als coach en coachee sterkt dan ook de inhoud van de samenwerking. Als coach zien we precies de mogelijkheden van de jongeren die we begeleiden. We blijven geloven in de eigen groeimogelijkheden van de coachee. We ondersteunen daarbij de leerling in het werken naar en het bereiken van de zelfgestelde doelen. De valkuil is daarbij zeer groot om dit voor de jongeren zelf te gaan invullen en eigen perspectieven te leggen. Coaching als buddy is in die zin investeren in die relatie, in dat proces. Als coach kom je dan ook niet meteen met tips aandraven of met pasklare oplossingen, maar ga je samen met de jongeren reflecteren bij de aanpak en stilstaan bij de nog af te leggen weg om samen verdere stapstenen te leggen. Opnieuw stellen we dan de vraag, hoe zien we dit procesgerichte aspect dan in concrete gespreksvormen en vaardigheden terugkeren in een coachingsgesprek? Om dat duidelijk te maken, vertrekken we vanuit rollen. We gaan eigenlijk als coach diverse rollen opnemen om dit procesmatige sterker vorm te geven. Enkele inspirerende rollen kunnen hierbij zijn: verkenner, supporter, mentor. Vanuit een explorerende rol kunnen we open, concretiserende vragen stellen op verschillende niveaus. We concretiseren in geschiedenis. In die zin, wat maakt dat je nu met deze vraag zit? Vertel eens, wat is er precies gebeurd bij jou op school, thuis? En hoe is het tot daar gekomen? Andere vragen zouden kunnen zijn, in de explorerende fase, wat deed je toen? Hoe heb jij daarop gereageerd? Wat was jouw antwoord? We concretiseren op niveau van het doen. Of anders nog, wat denk je dan daarbij? Hoe kijk je daar dan naar? Hoe is dat dan voor jou? Wat ging er dan door je heen? We concretiseren naar denken en voelen. En last but not least, in die verkenning kunnen we ook de vragen stellen, wat wil je daar dan mee? Wat zou voor jou een goede oplossing zijn? We concretiseren naar het willen. Bij deze verkenning staan we als coach bewust stil bij de ruimere context. Vanuit een open houding en trachten we een aantal elementen voor de coachee bewust in het vizier te krijgen. Dat bewust maken kan ook gebeuren door te gaan doorvragen of de gedachtesprongen van de coachee te parafraseren. Bij dat parafraseren ga je de ideeën van de coachee in je eigen woorden vertalen en terugkoppelen. Ook dat is een bijzonder verbindend element. Een andere rol is de rol als supporter. Daarbij zal je de coachee waarderend ondersteunen. Dit kan je doen door feedback te geven op de taak die de leerling tot een goed einde heeft gebracht. Dat heb je goed ingevuld, goed uitgevoerd. Of door de weg te bekrachtigen die de leerling heeft afgelegd om tot dat resultaat te komen. Je hebt een bijzondere goede strategie gevolgd. Een derde manier waarop dat we waarderend gaan ondersteunen is door ook aandacht te besteden aan de wijze waarop de coachee voor zichzelf verantwoordelijkheid heeft genomen in dit verhaal en bijvoorbeeld zichzelf heeft bijgestuurd. Hoe hij of zij zich doorheen het proces zelf
gemonitord heeft. We spreken hierbij over zelfregulatie. Door de inspanning van de coachee te waarderen, ga je ook automatisch de coachee ondersteunen in zijn of haar verder proces. En last but not least gaan we ook de mentorrol opnemen. We weten uit de literatuur dat dit een bijzonder ruime rol kan zijn. Maar ook hier zijn er een aantal aspecten die we in het vizier kunnen brengen. Als mentor ga je de persoon een stukje onder je hoede nemen. Je gaat de coachee vanuit een perspectief van steunen en confronteren mee begeleiden onderweg. En dat steunen en confronteren, dat laatste kan je als coach doen door de coachee te bevragen op ogenschijnlijke evidenties. De coachee uit te dagen. Wat zou er voor jou veranderen als? Door de coachee zijn of haar creativiteit aan te boren. Zijn er nog andere manieren waarop je dit zou kunnen aanpakken? En door de coachee ook uit de comfortzone te halen. Wat houdt jou tegen om deze weg in te slaan? Waar bots je voor jezelf tegenaan als je dit zou doen? Als mentor leg je vanuit een zekere deskundigheid ook een pad van werken voor. Een mogelijk traject, weliswaar in samenspraak. We noemen dit verder ook nog de procedure. Dat maakt dat het vaak onoverzichtelijke verhaal voor de coachee opgedeeld wordt en in bereikbare stapjes van groei wordt vertaald en mede systematisch ondersteund door jou als coach. Voor een coachee is dat immers allemaal niet zo evident. En belangrijk daarbij is dan ook dat je als coach een luisterend oor hebt. Het actief luisteren op wat zich hier en nu aandient en daarmee ook aan de slag gaat. We hadden het over dit 3P-model al over het product, het proces en een derde belangrijk element hierbij is de procedure. Heel vaak vergeten. In de begeleiding hebben we als coach naast de coachee ook een aantal specifieke verantwoordelijkheden. De coach stuurt immers het gesprek, zorgt voor de veiligheid in het gesprek, waardoor de coachee in alle veiligheid precies, in alle kwetsbaarheid zichzelf mag zijn. De coach stelt samen met de coachee de agenda samen en zorgt ermee voor dat de coaching hierop gefocust blijft. De coach neemt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van het coachingsgesprek en brengt daarbij ook richting aan het gesprek. En ook hier kunnen we weer een aantal concrete gespreksvormen koppelen. Kunnen we weer een aantal communicatieve handvatten uitzetten. Zo gaan we bij het begin van de bijeenkomst kort even tijd maken om stoom af te laten. Zit de coachee nog iets met wat zij dringend kwijt wil? Is er nog iets wat blijven hangen is bij de jongeren van de vorige keer? Of wat intussen tijd voor hem of haar wel belangrijk geworden is? We noemen dit het afhalen van de coachee. Dit kan verbaal, maar minstens ook non-verbaal, denk maar bij jongere kinderen. Belangrijk alvast is dat we even tijd geven voor de ruis die anders op het gesprek kan gaan zitten. We overlopen dan ook meteen daarna de bedoelingen van de bijeenkomst, zodat het voor beiden duidelijk is waar we willen en kunnen geraken. Opnieuw
Dit zorgt voor mede-eigenaarschap van de buddy-sessie. Het is belangrijk dat we bij het begin van het gesprek daarbij minstens ook even polsen naar de verwachtingen van het gesprek. Hoe kijk jij nu naar dit gesprek? Wat verwacht je er vandaag van? Was je vandaag al eerder bezig geweest met ons gesprekje? Duidelijk is ook al wel, zoals we eerder al toelichten, dat we bij momenten in het gesprek ook even proberen samen te vatten. Of de leerling laten samenvatten. Dit heeft als voordeel dat we met beide bij de kern van de zaak blijven. Ook op het einde van het gesprek zullen we dan even op de gestelde doelen terugkomen en eventueel vervolgafspraken maken. Aandacht hebben voor de procedure betekent ook dat je als coach ook af en toe stilstaat bij ieders rol en betekenis in het gesprek. En dat we bijvoorbeeld wederzijdse afspraken maken over wat er gebeurt tussen de gesprekken en tijdens de gesprekken. Dat we tijd en ruimte inlassen om bijvoorbeeld ook moeilijkere zaken ter sprake te brengen. Opnieuw, het zij, dat kan gerust via een tekening of een andere non-verbale insteek. Denk maar aan een foto. Last but not least, durven we ook onze eigen begeleiding af en toe ook mee in vraag te stellen tussen coach en coachee. Buddy en jongeren staan immers in zo'n gesprek samen voor de spiegel en leren in die zin van elkaar. Belangrijk bij het verloop van de coaching is ook het perspectief dat we als coach in het gesprek leggen. Dit brengt ons bij een tweede achtergrondkader dat we naast het 3P-model leggen. Korthagen en Nuiten spreken in dit verband over krachtgericht coachen. We plaatsen dit krachtgericht coachen tegenover probleemgestuurd begeleiden. Bij een probleemgerichte benadering gaat de coachee vooral terugblikken op wat er allemaal fout liep, op de moeilijkheden die hij of zij zelf ervaarde en vaak met een daarbij horend schuldgevoel. Hoe komt het dat het mij niet lukt om die vreemde taal onder de knie te krijgen? Ik haat Frans. Die van Frans gaat altijd zo snel en nu ben ik heel veel op mezelf aangewezen. We merken dat de leerling op dat ogenblik zelf niet veel perspectief meer ziet. Er zijn op dat ogenblik dan ook in het begeleidingsgesprek weinig kansen om zelf diepgaand te leren. Daarom gaan we als coach een andere aanpak, een krachtgerichte, ik zou zelfs durven zeggen, oplossingsoriënterende, maar geen oplossingsgestuurde, maar een oplossingsoriënterende insteek nemen. We gaan daarbij als coach inspelen op de persoonlijke kwaliteiten van de coachee. Hem of haar bevragen naar wat wens je, wat wil je daarbij? En dan samen kijken welke realistische stappen we kunnen zetten om dat ideaal te bereiken. We besteden daarbij ook aandacht aan mogelijk belemmerende factoren in de context en kijken precies naar wat de coachee nodig heeft om het hoofd te bieden aan deze omringende elementen. Last but not least zullen we dan ook stilstaan en samen reflecteren met de coachee over wat hij of zij toekomstgericht zelfstandig kan ondernemen om met dergelijke analoge situaties aan de slag te gaan. Anders gesteld zouden we dit krachtgericht coachen ook kunnen omschrijven als een coaching die erop gericht is om de coachee meer en meer zelf het eigen leerproces in handen te nemen. En die de coachee verder brengt in het zelftransfer leggen. Bijvoorbeeld in een aanpak over de vakken heen. Te focussen op eigen persoonlijke thema's. In dat opzicht verwezen we reeds eerder naar het belang van reflectie
op de eigen aanpak en op de manier van leren. In onze communicatieve aanpak, bij dat vorige kader, het 3P-model, gaven we reeds heel wat suggesties die met één ook dat krachtgericht coachen verduidelijken. Bij het laatste kader pakken we dit gedachtegoed nog even verder mee. Je hebt het al een paar keer gehoord. We spreken hier regelmatig over reflectie. Dit is onze derde invalshoek. Bij reflectie staan we stil bij de kernkwaliteiten van de coachee en gaan we precies samen met de leerling kijken naar de wijze waarop hij of zij deze kernkwaliteiten effectiever gaat kunnen inzetten. De jongere leert daarbij te kijken naar zijn eigen leren, maar ook zijn eigen functioneren in klasverband, zijn omgang met vriendjes, om zelfstandig een aantal gedragingen aan te passen. Om die reflectie systematisch onder de loep te nemen, kunnen verschillende methodes helpen. Wij vertrekken hierbij vanuit het GROW-model. Dit bekijken we meteen met een aantal communicatieve vaardigheden die we bij deze drie aangereikte kaders nu ook nog eens verder in de verf willen zetten. Met het GROW-model kijken we vooruit naar wat de coachee voor zichzelf als doel of als doelen wil stellen. Dat doel scherp stellen kunnen we als coach faciliteren met een aantal goede vragen. In de zin van, wat wil je uit dit gesprek halen? Wanneer ben je voor jezelf tevreden? Wat stel je voor jezelf als doel? Wanneer zou het voor jou in orde zijn? Wat wil jij precies veranderen? Eenmaal die doelbepaling is gebeurd, kijken we samen met de coachee in een tweede stap naar de huidige situatie. Ook hier kunnen een aantal vragen, concrete vragen, helpen. Waar sta je nu op dit moment? Waar vind je precies steun? Wat zijn voor jou de huidige belemmeringen? Hoe zou je de situatie voor jezelf nu omschrijven? Maar ook, waar heb je op dit moment al positieve ervaringen mee gehad? Samen met de vaststelling van de huidige situatie kijken we met de coachee ook naar mogelijke bronnen die kunnen helpen. Waar vind je extra informatie die ons zou kunnen helpen? Bij wie kan je eventueel ten rade voor extra ondersteuning? Leiden naar antwoorden op dat aspect. Met de coachee kijken we dan in een volgende stap naar de opties die als alternatief kunnen gelden om de eerder gestelde doelen te bereiken. Ook hier kan de coach ondersteunen. Wat zie je als mogelijke alternatieven voor jezelf? Wat zijn voor jou de voor- en nadelen van deze verschillende opties? Wat zie je jezelf precies doen? Bij het aflijnen van die verschillende opties ontbreekt nog een belangrijke stap. Welke van de verschillende mogelijke opties ziet de coachee zichzelf uitvoeren? Met andere woorden, wat wil de coachee zelf verder uitproberen? Met vragen als, wat ga je nu concreet uitzetten? Wie denk je daarbij te betrekken? Over welke termijn zie je jezelf dat doen? Komen we al een heel eind in de goede richting. Het spreekt voor zich dat niet elk thema zich meteen leent voor dergelijke reflectie. Als je leerling twijfelt over de aanpak van die leerinhoud voor PAV, heb ik echt geen heel uitvoerig proces nodig met zoveel stappen. Als een kind bij je aanklopt met een verhaal dat het eigenlijk bij mama te druk is thuis en dat hij liever bij papa thuis zou willen gaan studeren, maar dat niet durft voor te stellen aan zijn mama, dan krijgen we al een heel ander thema op ons buddybord. Beste buddy, als je met leerlingen aan de slag gaat, geef je sowieso
een stukje van jezelf. Dat komt dan in de begeleiding uiteraard mee in de kijker te staan. Voor de coachee, maar ook voor al wie de lerende mee ondersteunt in dat proces. Het proces van coaching kan hierbij helpen om je begeleiding duidelijker, transparanter en sterker te maken voor die coachee. Maar ook voor de supporters en voor jezelf. In die zin hopen we dat deze korte video je extra ondersteuning biedt om als coach het sterkste van jezelf in te zetten en een schat van mogelijkheden bij je leerling samen te ontdekken. Dank je wel voor het kijken en veel moois voor ogen bij je verder begeleidingswerk.